Maak jij alleen maar M'en of zo? Ja, vandaag wel. Komt dat? Is dat gaat dat per mal? Ja, het is een mallen die mallen vullen, maar we hebben dus een grote opdracht waarvan we 600 emmer nodig hebben. Dus die zijn we nu aan het produceren. We proberen alle grote bestellingen die er al zijn af te krijgen. En dat is, daar mag je natuurlijk verder niks over zeggen, maar ik ben toch benieuwd waarom wil iemand 600 emmer en niet 600 kaas? Ja, we wonen nu eenmaal in Middelburg. Ja, ja. Dan laat het daar maar op houden. Laat het daar maar op houden. Ik heb zelf vermoedens. Maar ik vind aantallen vind ik altijd interessant, Marco, dat weet jij ook. Ja. En het is nog oktober en jij bent nu al bezig met de letters. Ik zag net de eerste particuliere klant die er al om komt en die gebruikt ze met kerst. Ja. Praat me eens bij, want hoe lang ben jij al bezig met... We zijn nu 4 weken begonnen. Dat vinden we acceptabel. We willen ook gewoon verse letter hebben. In de detail, de grote jongens die beginnen met Pasen aan de letters. En tijdens de letterperiode maken ze de Pasen. Zo, waar, ja. Zo werkt dat een beetje. Maar wij willen het zo kort mogelijk hebben, dat je gewoon een lekkere, smakelijke letter hebt die niet in een magazijn hebt gelegen tot in een eeuwigheid. En we willen dus eigenlijk dit zo kort mogelijk houden, maar dan heb je wel een klein moment, een klein piekmoment. Ja, want jullie hebben ook vrij veel grotere organisaties die bestellen, dus dat gaat met honderden tegelijk soms. Ja, ja, ja. Maar je moet ook voorraden hebben voor de winkel. Ja, klopt. Ja, ja. Maar voor wat voor aantallen hebben we het dan in totaal? Of, De stad is met 3000 en dan zien we wel even wat schriftstanders zullen een beetje moeten anticiperen. Want het is natuurlijk, ik vraag elke keer voor mijn verjaardag een glazen bol, maar ik krijg hem niet. Maar is het wel zo, want je bent nu bezig met decoratie? Ja. Dat doe je ook allemaal met de hand? Ja. Ik zie trouwens ook hele kleine lettertjes liggen. Als je goed kijkt zie je dat het chocoladeletters zijn. Ja. Maar jullie hebben normaal gesproken met je bonbons en zo, alle smaken, alle... Alles wat je maar wil eigenlijk, kan dat met chocoladeletters ook? Of heb je daar gewoon puur wit en... Puur wit melk is het meest gebruikt. Gewoon omdat het ook gewoon toegankelijk is voor veel mensen. Die keuze is vaak al genoeg bepaald. Maar als ik nu zeg, ik wil witte chocola en ik wil Wij zijn de stad in de letters. Heb je dat dan zo leverbaar of moet je ze dan nog even gaan maken? Ik denk dat ik die momenteel al wel op voorhand heb. En als je hem dan gecustomized wil met een logo galet, want dat gebeurt natuurlijk ook voor bedrijven. Een logo galet? Dat is een galet zoals, ik zal even een voorbeeldje pakken voor je. Je loopt de chocola ook gewoon. Dit is voor een andere klant, die vindt dat helemaal niet zo erg. Maar dat zijn de logo galetten, hè? Bekende klant. En dat is waarschijnlijk ook een buur, buurman, buurvrouw. Ja. Dit zijn wat voorbeelden die we hebben. Om de klant te laten zien wat we inderdaad bedoelen met een logo galet, want dat was een terechte vraag van jou natuurlijk. Wat is een logo galet? Nou, dat is. Dat is. Ja. Dus zo doen we dat een beetje. Nou, dan wens ik je veel succes voor de komende weken. Dankjewel.